De beurs werd vanochtend geopend door Michiel van de Graaf van reclamebureau UBAS Wisbroen JWT in het kader van de EFI Award voor de meest effectieve reclamecampagne. Goedemiddag. Dit is het economische nieuws verzorgd door de Financiële Telegraaf met een overzicht van de beurs van vandaag. En miljoenen Nederlanders met een woekerpolis dreigen hun claimrechten te verliezen. Het Dambrak lag er vanochtend overwegend negatief bij. De waarschuwing van gisteren vanuit Duitsland dat de Eurotop geen droomdeal zal brengen, dreunde vanochtend bij opening van de Amsterdamse beurs nog na. Vooral Air France, KLM en ArcelorMittal hadden het zwaar te verduren met verliezen van meer dan 3 procent. ASML en TNT Express lieten als een van de weinige hogere koersen zien. De AEX schommelde rond de 298 punten. Het sentiment wordt vandaag voor een groot deel beïnvloed door de bedrijfsresultaten. Vanmiddag komen Goldman Sachs, Coca-Cola en Johnson Johnson met de resultaten over het derde kwartaal. Vanavond komen daar Intel en Apple bij. Kredietbeoordelaar Moody's waarschuwt dat het de Franse Triple E-status de komende drie maanden gaat onderzoeken. Daardoor kan de toevoeging stabiele verwachting in gevaar komen. De kredietbeoordelaar ziet een verslechterende schuldpositie van het land en zal bij de beoordeling veel laten afhangen van de fiscale en economische hervormingen die Frankrijk door kan voeren. Ook het effect van Franse noodsteun aan banken en andere euro-lidstaten wordt meegewogen. Bij een negatieve verwachting kan Frankrijk enkele maanden later de hoogste kredietstatus verliezen. De Franse minister van Financiën. François Barrois zei dat Frankrijk er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat Moody's de triple beoordeling laat staan. De beurs van Parijs stond aan het eind van de ochtend 2% lager. Het Amerikaanse technologieconcern IBM heeft in het derde kwartaal de winst en omzet zien toenemen. Dat maakte de onderneming gisteravond na beurs bekend. IBM rapporteerde een winst van 3,8 miljard dollar tegen 3,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De opbrengst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 26,2 miljard dollar, een toename van 8 procent. De economische groei van China is in het derde kwartaal op 9,1% uitgekomen. Hiermee is de economische groei voor het derde kwartaal op rij afgezwakt. In het tweede kwartaal kwam de groei nog uit op een niveau van 9,5%. Economen hadden voor het afgelopen kwartaal gerekend op een percentage van 9,2%. Een analist van IHS Global Insights zei tegen de website Marketwatch te verwachten dat de Chinese economie zich richting een zachte landing beweegt. De toename van de op één na grootste economie ter wereld staat onder druk vanwege de financiële onrust in de wereld, de hoge inflatie en de afnemende vraag naar Chinese producten. Het Franse levensmiddelenconcern Danone heeft in het derde kwartaal meer omzet geboekt dan een jaar eerder. De producent van Activia yoghurt en Evian Bronwater behaalde een omzet van 4,8 miljard euro. De groei kwam daarmee op bijna 6%. Hiervan was 4% te danken aan hogere prijzen. Danone verkocht anderhalf procent meer producten dan een jaar eerder. Topman Frank Ribou herhaalde vandaag de doelstellingen voor heel 2011, waarin het bedrijf een omzetgroei van 6 tot 8% denkt te halen. Op de Parijse Beurs steeg het aandeel Danone 1,2%. Miljoenen Nederlanders met een boekerpolis dreigen hun claimrechten te verliezen als zij niet nog dit jaar een klacht bij hun verzekeraar neerleggen. Dat zegt Stichting Verliespolis. Tot nu toe hebben slechts enkele tienduizenden consumenten een zogeheten stuitingsbrief gestuurd, terwijl in Nederland zeker 2,5 miljoen boekerpolissen zijn verkocht. Als consumenten geen actie ondernemen, verjaden hun vorderingen volgens de wet na uiterlijk vijf jaar. Volgens bestuurder Errol Keiner van Stichting Verliespolis is de Woekerpolisaffaire affaire in 2006 nadrukkelijk in de publiciteit gekomen, waardoor iedereen er sinds die tijd kennis van heeft kunnen nemen. Daarom is het van belang om uiterlijk voor het einde van dit jaar een brief te sturen om te voorkomen dat de klacht verjaart. Alleen als er bezwaar is aangetekend, kan een Woekerpolishouder de verzekeraar of tussenpersoon aansprakelijk stellen. Tot zover het financiële nieuws van vandaag. Meer nieuws leest u op dft.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor DFT Beleggers Tools. Met deze hulpmiddelen kunt u een betere beleggingskeuze maken. U kunt zich aanmelden voor een gratis proefperiode van twee weken. Tot morgen!